Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. De aftrap is genomen hier in Ermelo. DVS 33 Ermelo tegen Ajax Amateurs met Mark Bouwman die de bal wegschiet. Maar daar wint Da Silva. Die gaat nog steeds door. Gaat de voorzet afleveren. Die kan worden weggewerkt door Mark Bouwman. De bal blijft binnen. Kan nu voor een mooie actie van Benjamin Romillon op snelheid. Kan hij nog een mannetje voorbij. Gaat er nog eentje voorbij. Komt daar iemand tegen. En dat is de nummer 6 van Ajax. Marijn Sterk. Geen overtreding. Scheidsrechter laat het doorspelen. Nu Romillon naar Soufiane Moro. Kijken of hij er wat uit kan halen. Dit is een goede voorzet. Ja, daar is die. Hoppa. Prachtig. Identieke goal. Joshua Patrick. Wat een goede voorzet met de chocoladebeen van Soufiane Moro. En Joshua Patrick loopt hem binnen. Ik zeg identiek, maar dat komt een beetje doordat hij hem weer in die hoek komt. Zoals hij hem vorige keer van Lars Dekker kreeg. Keurige goal. Weer met hoofdje. Ja, 12e minuut. DVS staat op een 1-0 voorsprong. Mooie vraag. Dus gooi hem er eens in. Kom maar op met die. Zo. Oh, lekker. Soufiane Moro. In tweede instantie, daar is Hens gemaakt. Wat een knal. Ja, die bal die werd aangeraakt onderweg. Gaan we even terugkijken. Het was het balletje van Pilon via het hoofd van een van de verdedigers op van de Ajax lat. Op de lat. De advocaten zijn er, vakschilders, Paulus, Diesel. Kan dit wat worden? Kijk eens. Oliver Pilon is alleen. Iedereen is aan de kant. Kijk eens. Ja, Moro. Schieten. Ja! Vergeet de bal. Sterk verdedigd. Was het Marijn? Ja, die zat erbij. Nee. Het was wel een goede aanval. Benjamin Romillon. Benjamin Romillon is mooi, er voorbij. Is mooi. Kijk eens, boom! Doen! Hens! Nee, op zijn hoofd. Wist jij dat er 1 op de 8 wedstrijden gescoord werd uit de corner? Nou, goede statistiek. Joshua Patrick, achterin is Mark Bouwman. En boom, Jeremy Jonker. Volgens mij wordt hij door Frank van den Burg gestopt. Oeh, in een woud van benen. Maar de druk blijft. Ze willen hem nog een keer hebben. Schieten. Gaat schieten. Zo achterin mooi, is Mark Bouwman. Ja. Wow, een mooie goal. Geen buitenspel. Het is keurig. Wat een mooie goal. Kapje achter het standbeen. Joshua Patrick, tweede paal. Mark Bouwman met zijn rechterbeen vol op de slof. En de tribune hier staat op de banken. Toch komt Bouwman tegen. En in ons voordeel is onze Bouwman. Leuk voor Mark. Belangrijk doelpunt. Vlak voor rust. Lekker moment om de marge 2 te maken. Zo in de 39e minuut. Sterke spits. 19-jarige jongen. We zeiden het net al. Maarten wil hem wel hier op de velden zien. Hij begaat nu wel de overtreding. Kijk, dat willen we zien, hè. Roald de Vries, deze bal is er wel goed. Valt hij erachter? Benjamin Romillon gaat de kans krijgen. Die gaat hem neerleggen voor Joshua Patrick. Aanval loopt nog steeds door. Komt een beetje breed uit en schiet op de lat. Het jagen was van Pilon. Hij kwam bijna bij de bal. Nu Ajax weer. Handig. Hij loopt er helemaal omheen.
de nieuwe man in het veld. Devius laat een beetje gebeuren. Boorman houdt hem kort bij zich. Oeh, Frank van der Burg weggehaald. Belangrijk. Hey, daar stonden de... Met dat hakje stonden er wel twee. Ja, daar stonden er twee naast elkaar. Ja. Hey. En Frank van der Burg heel goed opgesteld. Terwijl we achteruit gaan. Zo, strakke voorzet. En Boorman die ergens last van heeft. Handig voetballetje, die nummer 18. Ah, die straatvoetballetje. Ja. Boorman heeft het toch weer gepakt. Door de benen van Lars Dekker. Da Silva. Frank van der Burg. Ajax wil. En Ajax dringt nu aan. Oeh, Ali heeft een paar wissels klaar. Sommige mensen op de tribune eventjes iets beginnen te joelen. En toch DVS even in deze fase het publiek nodig heeft. Bal richting nummer 5 kan. Oeh, dat is opletten. Die moet. Ja, die valt erin. 2-1. Je voelde hem aankomen, hè? Ajax drong aan. En in deze fase zijn ze ook scherp en maken een doelpunt. Het was een prima voorzet achter de verdediging. Jeremy Jonkers, Jonker uit balans. En de bal valt voor linksback Jake Wolgarten. En spanning terug hier in Ermelo. Goeie aanname van ja, ik weet dat je hem leuk vindt, die nummer 9. Kan hij hier nog wat mee, Da Silva, dat lukt. Nou, omhaal. Ja, daar is die 2-2 gewoon, hè. Echt niet goed, hoor, dit. Nee. Dit is DVS die het over zichzelf afroept. En Ajax langs zij laat komen. Ja. En dat was zeker gezien hoe de DVS acteert in de tweede helft. Is dat niet onterecht? Uiterlo ook klaar voor de warming. Ja, er zou toch wat moeten gebeuren, Maarten. Daar komt hij. Nee, hij laat hem los. Ja, die zit. Mark Bouwman met zijn tweede. Nee. Jawel. Geen buitenspel. Gaat niet door. Gaat gewoon niet door. Nee. Gaat niet door. Terwijl de tune hier speelde. Ja, dat was wel lekker om te horen, die tune. Naar voren geslingerd, die bal. Uiterlo. Nee. Komt hij bij Roemion? Gaat hij nog één keer zigzaggen? Daniel van Warven. Gaat schieten. Zo, dat is hij toch nog! De dying seconds van de wedstrijd. Gaat DVS de punten stelen van Ajax? Nou, hij kan altijd week, een keer vallen. Andersom. Ja. Eerlijk is eerlijk. Maar het zijn gestolen punten, Maarten. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Een ketser van de keeper van Ajax, die een prima pot speelde, Ruben Zandwijken. En Pilon die scoort. We hebben er lang op moeten wachten, maar... Schiet hem binnen. 90 plus 3, denk ik. De nabeschouwing van deze voetbalwedstrijd, DVS 33 Ajax. Een hele aardige wedstrijd, moet ik zeggen, Jurie Rozen, de trainer van Ajax. Als ik naar mijn eigen ploeg kijk, grotendeels wel. Eén fase in de eerste helft vond ik ons niet zo sterk. Te weinig druk vooruit. Maar voor de rest, ja, over grote delen van de wedstrijd ben ik wel tevreden. Eerste kwartier van de wedstrijd ging op en neer. Maar met denk ik wel een beetje meer gevaar van Ajax, Jaap. Ja, misschien wel. Maar we pakken het toch wel goed op na de kwartier. Komen in de wedstrijd, maken denk ik 1-0 een mooie aanval. Daarna krijgt Ajax meteen een hele grote kans op 1-1 te maken. En ja, ik vond wel dat we na die 1-0 ook wel recht op hadden op die 2-0. Er werd een paar keer een aanval van ons geblokt en uiteindelijk maken we dan die 2-0 voor rust. Ik denk, nou, dan goed in de tweede helft ingaan.
Ja, inderdaad. En in die tweede helft, met name de eerste 10 minuten, dacht ik van nou, geen foutje aan de lucht voor DVS 33. En opeens, na een paar wissels, met name Boudouni, die bracht toch even wat jeu aan de wedstrijd en aan de ploeg Ajax. Nee, klopt. Het is, die jongen kan hartstikke goed voetballen. En als we die brengen, dan kan hij heel makkelijk passeren en iets creëren voor ons. Maar ik moet zeggen, ik denk dat bij de eerste helft ook al, de trainer zegt 2-0 terecht. In die fase wel. Ik vond ons het eerste kwartier sterker. En ik denk dat we vlak voor rust gewoon 100% strafschop moeten krijgen. Ja, als je die dan maakt, ga je 2-1 de rust in. Die keeper die tackelt mijn speler gewoon vannacht. Moest er ook geblesseerd af. En ja, de tweede helft hebben we allemaal gezien. Dat is natuurlijk, vond ik, grotendeels voor ons. En terecht 2-2. En dan is het heel zuur dat door een individuele fout je de wedstrijd verliest. Ja, inderdaad. Individuele fout, daarmee bedoel je dus dat de keeper de bal klem vast had moeten hebben? Ja, dat ten eerste. En ten tweede moet je dan ook zorgen dat je meeloopt en dat niet de spits daar alleen staat om die bal in het lege doel te werken. Maar ik vond het wel een houdbaar schot, maar dat weet hij zelf ook. En is heel sneu voor hem. Ja, wat gebeurde er bij jou precies bij de 3-2, waarvan iedereen dacht en de speaker en de muziek erbij en zo, dat een geldig doelpunt zou zijn. Maar wat gebeurde daar precies volgens jou? Ja, ik kon het niet helemaal goed zien van afstand, maar ik hoorde van Bouwman dat we hadden geduwd tegen de keeper en dat waar die door afgekeurd werd. Goed, mee eens, Juri? Ja, volgens mij was het in de 5 en werd de keeper aangevallen in de lucht, dus dat is de reden denk ik. Toch vond ik het wel een hele leuke wedstrijd voor het publiek. Ja, het is hartstikke leuk voor het publiek. Nee, tuurlijk, je wil een leuke wedstrijd afleveren. En ik denk dat wij over het algemeen proberen te voetballen altijd. En dat is helaas niet beloond vandaag. Dat is inderdaad niet beloond. Maar ik moet wel zeggen dat Ajax momenteel een goede indruk maakt. En zich opwerpt tot een goed derde divisieniveau. Nou, bedankt voor het compliment. Daar zijn we hard aan het werken. Wou ik even zeggen. Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100.